Aan het einde van de laatste training klonk er applaus en was er een knuffel voor Jisung Park. Ernest Faber legt uit waarom. Het is de laatste training van Jisung waarschijnlijk vanuit zijn carrière. Dus ik zeg ja, het is een mooi moment om hem te bedanken voor zijn ondersteuning en zijn prestatie dit seizoen ook in het verleden. En dan kreeg je applaus van de jongens. En dat geeft alleen maar aan hoe Jisung Park erop staat. We zijn in het World Cup Stadium in Suwon, waar PSV een persconferentie had voorafgaande aan die training. En die stond in het teken van niemand anders dan Jisung Park. En het geluid van die fototoestellen, dat is iets wat we de laatste dagen veel horen in het spoor van de middenvelder. En ook Ernest Faber is niet verbaasd. Ik wist het wel, want natuurlijk vanuit mijn eigen carrière heb ik met G zelf gespeeld en ook met jong Pio Lee. En daaruit wist je al dat het natuurlijk hele grote spelers zijn en waren. Hij is naar Engeland gegaan, als je het volgens mij 8 jaar uithoudt bij United en je daar ook een grote speler bent, ja, dan gaat de wereld natuurlijk open. En ook terecht, dat verdient hij ook. Zoveel respect voor zo'n prestatie is op zijn plaats. In dit stadion, dat plaats biedt aan zo'n 45.000 mensen, spelen de Samsung Blue Wings. Donderdagavond tegenstander van PSV. En Park is ook aanwezig in de catacombe. En Rob Koolsters langs het veld als enige supporter van PSV. Ja, ik dacht, ja, ik heb zelf in de zomer bijna geen vakantie. En op het werk kon ik deze week vrij krijgen. En ik had er al langer over gedacht, maar ik heb vorige week toch maar besloten om te boeken. En je staat nu wel heel dichtbij. En zo, omdat ik denk ik de enige supporter ben, mag ik nu van heel dichtbij meemaken. Hoe dat het is. Maakt dat het nog specialer dan dat het eigenlijk al was? Ja, eigenlijk wel. En daarom, ik zei al, bij deze tripjes kan dat. Gewoon Europese uitwedstrijden is die mogelijkheid er niet. En dat voor een oefenwedstrijd waarin PSV speelt met een combinatieteam van jong PSV en het eerste elftal. Nou, je moet zo zien dat jonge jongens kunnen zich presenteren naar volgend seizoen. Jongens die hier al langer bij ons zitten, die moeten bevestiging laten zien. Uiteindelijk is het ook dat het stadion zit waarschijnlijk vol. Heel Azië kijkt mee. Het is ook een performance voor ons als team. Je kunt je laten zien wat je bent en wat je kunt. Zo moet je het benaderen. En ook naar Jisung toe? Ja, zeker. Op eerste plaats. Afscheid van een geweldige speler waar wij bijdrage aan mogen leveren. Het is een bijzondere eer voor ons. Dus een bijzondere trip eigenlijk ook, hè? Het is een bijzondere trip. Het is, je neemt afscheid van een hele grote persoonlijkheid, een hele grote speler. En een mooi leermoment voor alle jonge gasten die erbij zijn. Belangen genoeg dus. Donderdagavond om 8 uur lokale tijd in Suwon. In Eindhoven betekent dat donderdagmiddag om 1 uur.